Zijn er vragen? Jan, help. Weet jij nog de mooiste dag uit je leven? Nee? Geboorte van je kind. Ja, is dat de mooiste dag van je leven? Twee, je hebt er twee. Tweeling of gewoon? Een jongere meid. Nou, wat wil jij nog meer? Goed, hè. Ik hoor dat vaker, hoor. De mooiste dag uit je leven. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar ik hoor van al die collega's om me heen. Dus leuk, kinderen. En ik vind kinderen leuk. Vooral als tantes en zo, die komen bij mij met die kleine kinderen. Vind ik leuk, maar als ze weggaan, denk ik, oh ja, relax. Weet je? Ik speel graag met ze. Ik doe dingen die de ouders niet durven. Als ik mijn nicht zie, weet je wel, met dat kind zo. Hui, hui, hui. En als oma naar Jeep dat doet, is het. Hoi, hop! Je ziet die ogen groter worden als ik ze loslaat. Hop, hoppakee. Nee, lijkt me ook wat, kinderen. Zie je dat voor je, Jan, zo'n kind? Ik ben een Jeep. Twee. Nou, één is genoeg. Laat ik beginnen met één. Hé. Gadverdamme. Op mijn jasje. Zo. Ja. Ja. Dat vindt papa ook vies, ja. Ah, leuk hoor. Kinderen, ja. En een moeder, hè, hoort erbij. Ik vind een moeder hoort erbij. Voor het kind, heel belangrijk, een moeder. Ja, voor mij hoefde het niet. Nee, ik bedoel, ik ben vrij modern. Ik heb tegen mijn moeder gezegd, als ik later groot ben, koop ik een hond, een boot en ik neem een kindje. Er zat moeder of vrouw niet bij. Ik denk, ik red het wel. Hond, boot en kindje. Ik vind het moeilijk sowieso. Relaties, ik vind het moeilijk. Dan ga ik ze aan, weet je wel, en dan gaat het goed, 2 jaar. En dan denk ik, nou, dit is er. En dan vraag ik heel rustig, wat vind je eigenlijk van kinderen? Leuk, maar nu nog niet hoor, nu nog niet. Dan zeg ik ook, ja, nee, ik ook niet hoor, ik ook niet. Ik vroeg het alleen maar. Dan denk ik, oké, jou bel ik af. Ja. Maar nu, vlinders in mijn buik. Nog nooit gevoeld. Mensen hebben het over vlinders in je buik, ik heb ze nog nooit gevoeld. Tot nu toe, echt vlinders in mijn buik, jongen. Ik heb van alles gevoeld vroeger, hè. Marmotten, hamsters. Maar die vlinders doen rare dingen met je. Echt, een man kan je niet veranderen. Dat vergeten vrouwen. Maar als hij verliefd is en hij heeft vlinders in zijn buik, dan kun je hem buigen tot de met. Ik merk het aan mezelf. Ik beloof dingen die ik niet waar kan maken. Ik zeg dingen die ik niet waar kan maken. Maar ik zeg ze wel, hè. En ik luister. Dus na een jaar zei ik, wat vind jij van kinderen? Ja, leuk. Ik zeg, ja, ik ook. Nou, zegt ze, lijkt me leuk. Dan trouwen we en dan nemen we kinderen. Ik zeg, wat doen we? Nou, dat vind ik leuk, zegt ze, dat je trouwt en dan kinderen neemt. Ik zeg, waarom? Nou, zegt ze, zo zie ik dat voor me, jij niet. Ik zeg, nee. Tenminste, trouwen, ik weet niet, dat is. Ik vind trouwen te symbolisch. Ik vind prima dat mensen trouwen, moeten ze helemaal zelf weten. Maar ik zeg, trouwen, dat is gewoon een verkleedpartijtje. Toch? Het is carnaval, maar dan anders. Ja, er komen al die rituelen en die symbolen erbij kijken. Zij koopt een gekke jurk, hij koopt een gek pak. Alle familieleden kopen gekke jurken en pakken. Dan gaan we met z'n allen naar het stadhuis. En dan moet je getuigen meenemen, hè? Want als je geen getuigen hebt, kan je niet trouwen. Want ze geloven je niet als je zonder getuigen komt. Ik wil trouwen. Ja, dat geloven wij niet. Dus nou, die getuigen gaan mee. Hij getuigen, zij getuigen. Die tuigen daar wat af. Nou, dan ben je getrouwd, loop je naar buiten, begint iedereen met rijst naar je te gooien. En dat is ook allemaal symbolisch, dat weet ik. Maar dat wist ik vroeger niet, maar rijst staat namelijk voor vruchtbaarheid. En daarom gooien ze dat zo woe, naar die vrouw toe. Ik denk, nou, mik dan een beetje, hè. Woe. Ja, ik weet niet. Ik zeg, ik heb het niet zo met trouwen. Nou, zegt ze, dan hoef ik ook geen kinderen. Ik zeg, oh, nou, dan niet. Maar een jaar verder, nog steeds die vlinders. En op een gegeven moment denk je, je moet soms dingen in een relatie doen die de ander heel graag wil. Ik denk, nou, dan doen we dat toch. Als ze dat zo graag wil, dan doen we dat trouwding. Kan mij het schelen, gewoon een dagje lekker gek doen. Dus ik op een dag thuisgekomen, bosbloemen bij me, op mijn knieën. En ik zeg, en? En ze kijkt en zegt, ben je gevallen? Ik zeg, nee, ik ben niet gevallen. Kijk nou. Wil je trouwen? Ik dacht dat je me nooit zou vragen. Ik denk, nee, als ik dit wist, had ik je ook nooit gevraagd. Wat een drama, zeg hé. Maar het hoort erbij, hè. Het drama, dat hoort erbij. Blijdschap, jongen. Echt, de pen en papier kwam tevoorschijn. Begon alles ter plekke te plannen. En dan doen we in een koets. Hè? In een koets. Oh, dat is leuk. En een grote feest met alle zalen. En een band. Er moet een goede band komen. En de catering zegt, ho. Waarom zo groot? Nou, je trouwt maar 1 keer. Zeg, wie zegt dat? Het vloepte er al uit. Ik zeg, oké, dan doen we een groot feest. Wat nog meer? Ja, je moet naar mijn vader. Ik zeg, waarom? Om de hand te vragen. Symbolisch. Ik zeg, hoezo? Nou, dat heb ik hem beloofd. Ik zeg, ja, dat heb jij hem beloofd. Ik toch niet. Kom op.
Weet je, dat zijn allemaal van die symbolische dingen. En ik weet wat dat betekent. Dan moet je naar die vader toe, dan moet je de hand gaan vragen, symbolisch. Die man die gaat natuurlijk allerlei vragen stellen. Hoe en wat en wie en waar. Die gaat kennis met me willen maken. En dan moet ik me als de ideale schoonzoon gaan gedragen. En vrienden hadden me al gewaarschuwd. Hè? Die zeiden, als die vader je vragen stelt, nooit twijfelen. Gelijk antwoorden. Als hij vraagt, werk je? Ja. Alles kan werk zijn. Ik denk, oké, die vader er ook erbij. Ik zeg, oké, goed, ik ga naar je vader. Nou, een week later was het zover. Ik naar die vader toe. Ik ben daar nog geen 10 minuten binnen bij die man. Of die vragen, jongen, nou, dat was net een verhoor. Ga je wel eens naar de moskee? Ja. Neem je wel schoenen mee die daar liggen en die niet van jou zijn? Nee. Sta je geregistreerd bij het bureau kredietregistratie te Tiel? Nee. Heb je een mobiele telefoon? Ja. Gebruik je drugs? Nee. Snuif je wel eens? Nee. Als je geen drugs gebruikt, snuif je ook niet. Dat is een strikvraag. Je moet blijven opletten. Ja. Kijk je wel eens naar SBS 6, naar 12? Nee. Ben je wel eens in aanraking geweest met justitie? Nee. Waren dat de vragen? Nee, ik ga nog door. Oké. Okay. Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Ja. Mijn Mercedes 190 diesel uit 98, brengt u nog 3000 euro op, denk je? Heeft u een trekhaak? Ja. Ja, maar een trekhaak zijn ze populair, echt waar. Hou je van mijn dochter? Ja. Man en vrouw zijn gelijk? Ja. Maar de man is altijd de baas? Ja. Jij komt wel eens op televisie, klopt dat? Ja, meneer. Heb je invloed bij Sesamstraat? Ja. Dat varkentje moet onmiddellijk weg. Ja. Mooi, zegt hij. Kom erbij. En zo kwam ik in de familie. En zo gaat dat. Dus. Hé, hallo. En ze loopt geen 3 meter achter me aan, hè? Dat wordt uit de christelijke redenering altijd maar gezien uit de oogpunt van een man. Ik heb het hier over gelijke rechten. Bekijk dat nou eens van de andere kant. De man loopt 3 meter voor zijn vrouw uit. En dat is om het pad vrij te maken van alle gevaarlijke obstakels. Ja? Over van die ronddraaiende dingen zo op de stoep, die reclame dingen, honden drollen. Die man houdt ook alle deuren voor die vrouw open, want het kan ze niet met die grote zware boodschappentassen. Dat is een vorm van romantiek die is met geen pen te beschrijven. Maar natuurlijk zijn man en vrouw gelijk. Alleen, de vrouw kan niet kiezen. En daarom kiest de man. Ja, toch? Als een vrouw uitgaat, is het altijd, zal ik dit aantrekken of dat? Of nee, wacht, ik trek iets anders aan, dat is niet goed. Oh, nee, ik heb dat jurk nog. Oh, dit is ook leuk. Nee, wacht. Dat sjaaltje, ik heb dat sjaaltje nog. Dan moet ik met het pakje aan. Ho, zeg ik. Ho, is goed zo. Dit is goed. Dus kom je nooit meer de deur uit. Nee, man en vrouw zijn gelijk, echt waar. We zijn nu zo'n 3,5 jaar bij elkaar. En sinds een half jaar zit mijn vrouw nu in het blijf van mijn lijfhuis. Daar werkt ze. Daar werkt ze. Oh. Ja, precies, ja. En je merkt toch, weet je wel, dat het anders is. Ik bedoel, ik kom thuis met verhalen over waar ik ben geweest. En zij vertelt dan dingen, weet je wel, van die vrouwen die daar naarheen moeten vluchten. Het is vreselijk, het is triest om te horen. Nog steeds in Nederland krijgen 100.000 vrouwen per jaar te maken met huiselijk geweld. 100.000 per jaar, man, dat is veel. En dan heb je van die gevallen, weet je wel, die moeten dan vluchten, die vrouwen, die moeten echt vluchten. Die zijn hun leven niet meer zeker. Zo'n man, vaak getrouwd, hè, zijn ze dan. Zo'n man slaat zijn vrouw helemaal de tyfus. En dan denk ik, hé, waar zijn nu de getuigen? Ja, want die waren zo belangrijk, toch? Opeens zijn er geen getuigen. En zo'n vrouw moet dan vluchten. Ik denk, dit is toch de omgekeerde wereld. Die vrouw moet niet vluchten, die vrouw die moet die man achterna. Met al die andere vrouwen en die man is even... Ja, toch? Er is eentje die zegt, ja, dat is een goed idee, Najib. Je bent de enige, schat. Sorry. Hey, dat moet net als 40 jaar geleden. Moesten die vrouwen, die moet gewoon de straat op. De dolle mina's. De dolle mina's die gingen de straat op, want die pikten het niet meer. En kijk wat de dolle mina voor de vrouw van nu heeft gedaan. En het dolle mina ding, dat is overgeslagen naar het buitenland. Hè? In Marokko zitten de gekke Fatima's. Serieus. De vrouwenbeweging in Marokko is springlevend. Die hebben namelijk vorig jaar een wet kunnen maken van dat de vrouw zelfstandig kan scheiden van de man. Dat ze dus geen toestemming meer nodig heeft van haar man. Dat kon eerst niet. Dat kan je hier niet voorstellen. Dat je toestemming moet vragen aan je man. Dan moet je zeggen, ik moet je niet meer, ik wil van je scheiden. Want die man zegt, jij komt nooit meer van me af, trut. En dat hebben die vrouwen daar voor elkaar gekregen. En dat vind ik toch een goede stap in de goede richting. Het is een kleine stap, ja, absoluut. Dan mag je voor klappen. We zijn er nog niet, hè. Maar dit is een stap.